Ik sta hier om 7:15 op de aardappelkelder. Er staan hier zo'n 4000 mensen. En het is echt een enorme rust, een hele serene rust. En ja, je weet waar je het voor doet. Dat gaat door je heen. Maar van de andere kant, ja, je hebt 3 kwartier even niks gedaan. En dan moet je dus in 1 keer daarna dat signaal spelen. Dus dat is op zich best wel spannend. Even het water eruit. En even wat lucht erdoor voor de zekerheid. En dan gaat hij. De moeilijkheid is het moment. Van doe het op dat moment en hou het rustig. En want de noten op zich zijn niet moeilijk. Kijk, er zitten ventielen op, maar die heb ik helemaal niet nodig. En het is op zich een makkelijk signaal. Juist omdat het zo makkelijk is, is het kwetsbaar. Iedereen kent het. Dus alles wat erin misgaat, dat hoort iedereen. En dat maakt het extra spannend eigenlijk wel. Valt er dan ook een last van je schouders? Dat ligt eraan. Als het helemaal goed gegaan is wel. En als er ook maar één dingetje zit, dan denk je van, shit, dat had anders gemoeten.